Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van vrijdag 17 juni. En ik moet zeggen, Larsie, dit is het beste plekje wat we tot nu toe hebben gehad. Dit hebben we echt heel goed geregeld. Ja, nou ja, eigenlijk, ja, de credits mogen naar jou. Ja, je had gewoon geen zin om te werken. Nou, het ding was een klein beetje... Ik was deze week heel erg verkouden en snotterend. En Wouter moest elke keer de daily van mij overnemen. Maar toen zag ik, vrijdag wordt het 30 graden. Wouter had dat ook gezien. Dus die zegt opeens gisteren tegen mij... Ja, kan jij dan vrijdag even voor mij in de daily? Sluit ik s'avonds wel aan, want daar gaan we het later nog even over hebben. Vanavond hebben we ook nog wat. Maar ik dacht, godverdomme, wordt het 30 graden? Zit ik binnen? En ja, ons kantoor is heel veel, maar niet per se... gezellig zonnig. In de zon. Nee, absoluut niet. Maar buitenlucht, dat doen wij voetbalnerds niet aan. Dus ik heb inderdaad voorgesteld, laten we het Vondelpark gaan opnemen. En daar zitten we nu voor de luisteraar. We zitten op een heerlijk veldje met hier en daar mooi uitzicht. Hier en daar ook wat minder uitzicht. Maar hier gaan we lekker over voetbal praten. Ja. Biertje erbij, zitten lekker op een kleedje. Aardig plekje. Prima. Ja, en dat is ook een beetje hoe we de voetbalzomer in willen, toch? Van naar locatie toe. We hebben ook al een mooie teaser. Maandag hebben we ook een hele vette locatie. Ja. En dit gaan we eigenlijk, steeds iets meer doen. Ik heb wel een beetje het gevoel sinds deze week dat het echt even de zomer lekker begonnen is. Zo, en hoe? Ik moet zeggen, afgelopen jaren als het dan lekker weer was, als de zon scheen, dan had ik eigenlijk altijd zoiets van, mensen, wat doen jullie blij? Want je had altijd, oh, de zon schijnt weer, dan voel ik me lekkerder. En zo. Ik had dat nooit. Tot dit jaar. Ik ben echt een ander mens geworden. Ben je spiritueel geworden of zo? Ja, nou ja, ook daar aan het einde gaan we het er nog wel over hebben, denk ik. Laten we eerst het over voetbal gaan hebben. Ja. Je hebt geen voetbalshirtje aan, nee. Ik wel. Noah Lang, Club Brugge. Keurig. Dat is jarig vandaag, hè? Onze Noah. Doe jij, ben je daar mee bezig dan? Nee, ik wist het niet. Het was echt puur toeval. En ik vond het wel lijp. Bart Obbink, onze audioman, zei het. Volgens mij is hij jarig. Keurig. Mooiste herinnering aan Noah Lang? Voor jou? Poeh. Die ene goal in Feyenoord onder de 9, toen hij daar nog speelde. Nee, ik heb ook die dan kunnen niet zo erg lastig. Ik weet naar dat hem. Zij dan... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, zijn goal in Oranje was mooi. Het moment met Erik ten Hag ook wel symbolisch, denk ja. Ik. Ja, bij Telstar uit doe je op. Ja. Met dat Erik ten Hag hem zo zei van, Noah, luisteren. Ja. Hou nou eens op. En ook wel... zijn Champions League optreden tegen Paris Saint-Germain met Club Brugge. Dat was echt, was hij een grote meneer. Ja, ik stond dit uitvak bij die hat-trick tegen FC Twente voor Ajax. Dus dat is zeker mijn moment. En ik vind het toch altijd jammer dat het niet gelukt is. Ik zou hem nooit terughalen nu als ik Ajax zou zijn. Dat kan denk ik ook niet meer. Maar ik vind het jammer dat het nooit gelukt is. De flamboyante Noah Lang bij Ajax had ik mooi gevonden. Maar goed, gefeliciteerd Noah. Zeker weten. Hey, je hebt het vorige keer met Mart al een beetje gehad over misschien een keer naar het oosten. Er gebeurt wel wat in het oosten. Twente heeft vandaag de eerste training. Er wordt weer getraind. Het is toch bizar. 3 dagen geleden is het laatste duel in de Nations League. En vandaag wordt er alweer getraind in Enschede. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die super vroege voorrondes in de Conference League. Maar ja, wel lekker dat het weer begint. Zeker, maar waar ik eigenlijk naartoe wil in het oosten, en dat moet jou ook aanspreken. De Graafschap zijn lekker bezig. Siem de Jong, hè? Nou, Siem de Jong is vandaag dan bekendgemaakt. Eerder Alexander Buendner al. Ja. Het spreekt wel ambitie uit, vind ik, bij de Graafschap. Ja, of is het jongens van de streek en was dit, hoe dan ook als je niet ambitieus bent, had je deze ook moeten proberen te halen? Ik denk dat ze met Siem de Jong al een aantal jaar bezig waren, toch? Mm-hmm. Ze hebben altijd wel gehoopt dat er een Siem of een Luc terug zou keren op het oude nest. Buendner heeft volgens mij geen verleden bij de Graafschap. Komt wel uit de regio. Komt wel uit Doetinchem, maar was het toch vooral een Vitesse jongen. Maar na een teleurstellend seizoen voor de Graafschap willen zij weer opkrabbelen. En dat lijken ze met dit soort spelers wel te doen. Ik bedoel, de KKD wordt er echt een stuk leuker van. Sowieso. En ik vind het een... Ja, heel vet dat Siem de Jong naar de Vijverbergen gaat, naar de Superboeren. We hebben dit altijd een beetje, of tenminste, ik heb dat wel altijd heel erg van terugkeren naar je boyhood club, zeg maar. Ja. Ik vind dat altijd wel heel erg mooi. Van, het maakt die cirkel gewoon heel erg rond. Plus, het voelt nog steeds wel, ook al heeft Siem de Jong niet een fantastisch seizoen achter de rug bij Heerenveen. En best een wisselende carrière gehad met alsnog heel erg mooie clubs. Ja. Is die nog steeds van waarde voor de Graafschap? Ja. Sowieso. En is het heel vet dat er dan zo'n grote naam terugkomt voor een club die in de keukenkampioen speelt. Nou, ik hoop vooral dat die erg van waarde gaat zijn. Dat hoop ik ook, maar want, ik denk dat het wel kan, hoor. Ja, maar ja, aan de andere kant, als ik het afgelopen seizoen bij Heerenveen zie voetballen, dan ben ik echt wel zeer kritisch. Nou ja, de KKD is nog een andere competitie, toch wat fysieker, sneller de lange bal. Ik ben benieuwd in wat voor rol hij gaat spelen daar. Dat is het belangrijkste, denk ik. Hoe zou jij hem zien? Nou, zoals die vrije rol op het middenveld? Ja, vrije rol op links.
zoals hij bij Heerenveen af en toe moest invullen. Ja, dat is het niet. Ik vind hem nog steeds, denk ik, een hele goede tweede spits. Dus een soort 9,5 of een 10. Die dat gewoon heel goed kan. Omdat het is een super intelligente voetballer. Dat zie je nog steeds. Als je ziet hoe die bij de Graafschappen ook... Of bij Heerenveen ook op goede punten gewoon op het veld op of die 16 inkwam. Ja. Ja, dat, ik denk dat hij dat nog steeds heel erg kan. Ik denk dat dat voor de Graafschap, die kan het ook wel heel goed gebruiken. Ze schijnen ook in gesprek te zijn met Bilate. Fotootje gezien met Peter Bijleveld. Dat is wel top. Top transfer zomer, toch? Nou ja. Dat vind ik schitterend. Ik zie dat op zich wel voor. Maar kijk, Bilate heeft ook een kutjaar gehad bij NAC. Alleen stel dat je hem in de spits kan hebben en je kan Siem de Jong daaronder. Je hebt Buettner op links met zijn trap. Ja. Ze zijn ook een beetje aan het doorselecteren. Zo'n Danny Verbeek die ze hebben gehaald toen van... ik weet niet of die rechtstreeks van Den Bosch kwam. Den Bosch zijn weer terug, toch? Ja. Daar hadden ze ook meer van verwacht. Ja. Die is nu dan weer terug. Ja. Dus er gebeurt wel wat daar. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar de Graafschap. Ik denk wel dan van... Ik zag van Bilate even de statistieken. Ik bedoel... Wij zijn best goed met Bilate en we zijn altijd bij de eerste de beste en zo. En ik vind die podcasten met Petersen die ooit heeft opgenomen met zijn hele verhaal, vond ik echt schitterend. Maar gisteren zag ik ook zijn statistieken en toen dacht ik van ja, is dat wel zo'n goede spits in de eerste divisie? Toen ging ik ook even de reacties lezen, bijvoorbeeld bij FC Emmen waren ze heel blij met hem. Scoorde hij weliswaar niet heel veel, maar het is wel een spits inderdaad die je kan inspelen, de bal aanneemt en dat je dan door kan voetballen. En dat is met een speler wat jij zegt, als Siem de Jong, is dat best nuttig. Ja. Ik denk dat en dat is bij Bilate, is dat zeker zo. Dat je daar ook een beetje doorheen moet kijken. En je moet denk ik heel kritisch zijn op van... Hey, waarom maak je zo weinig goals per seizoen? Want hij krijgt alsnog... Voor een spits krijgt hij gewoon een goed aantal kansen... waar meer goals uit zouden moeten komen. Maar hij heeft wel de kwaliteit dat hij het team echt beter kan laten voetballen. Als je dat kijkt bij Emmen en ook bij RKC... Dat hele team heeft gewoon een paar seconden extra aan aansluiten toen. En dat werkt gewoon heel goed, denk ik. Maar wel, ja, voor jou, jij vindt het ook wel leuk om naar de Graafschap te kijken toch altijd? Nou, ik kom natuurlijk uit Lochem. Dat ligt in de Achterhoek en dat ligt dan een beetje tussen Deventer en Doetinchem in. En dan zijn er ook nog heel veel mensen voor FC Twente. Maar ik moet zeggen, ik heb best sympathie voor de Eagles. Ik vind dat een mooie club. Maar ik denk als je... Ik ben supporter van Ajax, maar daarna in Nederland, als je gaat kijken, dan denk ik dat ik het de Graafschap het meest gun. Ik vind dat een prachtige club, de beleving, alles eromheen met dat superboerengedoe en zo. Ik vind dat prachtig. Plus Adrie Poldervaart, ik hoop gewoon dat hij het heel goed gaat doen. Dat dus ik hoop dat ze komend jaar kunnen verrassen en kunnen promoveren. Voor wie kies jij? Als het niet Feyenoord is? Sparta? Gewoon überhaupt? Ja? Nee, Excelsior. Excelsior? Ook echt meest mee. Je ging daar vroeger heen? Vroeger ging ik er altijd heen. Ik zit af en toe te denken om wel weer wat vaker naar Excelsior ook toe te gaan. Zeker zoals volgend seizoen, weet je wel. Dan heb je Academie met alle respect, maar daar ga ik toch ik ga minder snel naar Excelsior Top Hols. Ben ik toevallig wel geweest, maar Excelsior MVV of zo. Ja. Maar Excelsior Heerenveen bijvoorbeeld vind ik dan wel weer echt een mooi wedstrijdje, weet je wel. En het is bij Excelsior gewoon lekker toegankelijk. Je kan dat zelfs in de Eredivisie, kan je dan nog op de avond zelf beslissen van hey, laat ik gewoon naar Excelsior gaan. Ja. En dat vind ik altijd wel mooi. Lekker ongedwongen is dat altijd. Maar in de KKD heb ik altijd wel voorkeur. Echt een zwak voor NAC. Maar dat is een beetje, lijkt een beetje op Feyenoord misschien. Snap ik. Laten we het over wat transfertjes hebben. Want er speelt weer genoeg. Onder andere David Neres. Naar Benfica. Over lekker toegankelijk gesproken. Ik liep daar ooit stage. En dan kon je ook gewoon naar het stadion toe om een kaartje te kopen. Welke wedstrijd het ook was. Ja, die hebben zo'n schitterend groot stadion. Dan kon je altijd... de dag zelf met het metrootje en dan aan de kassa een kaartje kopen. Dat is toch wel een soort summum, wat jij bij Excelsior hebt, heb ik bij Benfica. Ja, maar Neres, verschil moeten zijn. Ja, hij heeft een prachtige club gevonden. Beetje een nare coach, hè, met Schmid. Maar dat zal hij voor lief nemen. Prachtige stad, prachtige club. Ik vind het echt een vette transfer. En wat mij verbaasde is, dat het dus gaat om 15 miljoen. Terwijl hij een half jaar geleden van Ajax naar Shakhtar ging voor 12 miljoen. Die jongen heeft 0 wedstrijden gespeeld. Ik weet niet wat hij qua training heeft gedaan. Ja. Maar dat je dan 3 miljoen extra waard wordt. Nou, ik denk wat het een beetje is. Volgens mij stond er nog een schuld open sowieso van... Klopt, ja. Had Shakhtar nog een schuld bij Benfica. En dat zal denk ik om en nabij de 15 miljoen zijn geweest. En hebben ze gewoon gekeken van... Oké, qua geld gaat het op dit moment waarschijnlijk niet lukken. Wij halen de termijnen niet. Nee. Dus dan strepen we hem weg en dan krijgen jullie... Wacht,
Hier, Neres. Ja, en dan ik durf het niet helemaal zeker te zeggen, maar dan zal er ook wel af zijn geweken van het doorverkooppercentage of iets, ja. Weet je wel. Waardoor het ongeveer op die 15 miljoen euro komt. Dat is bij Fika er vanaf met dat gezeik dat ze achter Shakhtar aan moeten en Shakhtar van Neres af. Ja. Maar het is wel bizar. En het enige, of tenminste, iets waar ik heel blij mee ben, is wel om David Neres weer op topniveau te zien spelen. Want ja, en dit is de perfecte club voor hem, denk ik. Want ik las afgelopen week, hè, werd hij in verband gebracht met Juventus. En toen dacht ik, och jongen, dan ga je een jaar op de bank zitten. En ongelukkig zijn. En daar zit je dan. Weet je, als Elia. Ja, en hier bij Benfica, hij gaat echt zijn minuten wel krijgen. Die jongen kan nog steeds hartstikke goed voetballen. En ik hoop dat we die Neres in zijn prime time bij Ajax, dat we die daar ook weer gaan zien in de Champions League. Ja. Wel grappig ook dat clubs, misschien is het helemaal niet heel erg opvallend of zo, omdat ik heb bijvoorbeeld ook. Ik heb gewoon. Je weet dat hij het kan. Ja. Dus ik zou ook als echt bijna welk club dan ook, zou ik echt wel het risico willen durven nemen om hem gewoon even aan te trekken. Nou, misschien voor een iets lager bedrag dan nu die 15 miljoen. Maar dat risico kan je altijd nemen, want je hebt gezien wat hij kan. Ook in de Braziliaanse nationale ploeg heeft hij het ook in een paar wedstrijden laten zien. En Schmid heeft dat natuurlijk helemaal goed gezien. Want denk je echt dat hij zijn stempel drukt daarin? Ja, dat denk ik wel. Plus, als Benfica zijnde heb je toch. Je hebt meerdere Brazilianen onder contract. Die cultuur zal hem ook wel aanstaan. Toch? Gewoon dat soort dingen denk ik dat ze ook naar kijken. Brazilianen bij Benfica zijn redelijk succesvol. Wel een grappige combinatie met Schmid. Ja, dat vind ik nog gek. Dat Zuid-Europese. Ik zie nog niet Schmid even zijn armpje zo over Neres heen doen. En dan misschien ook nog Gutsen erbij en zo. Ja, wat dat betreft wens ik Neres sterkte. Ja. Ja. Hey. Een hond. Ja, dat gebeurt ook in het Vondelpark. Laten we het nog even bij Ajax houden. Brobby, daar is natuurlijk nog steeds de onderhandelingen zijn daarover bezig. Ja. Maar ook Ilaï Moriba. Nou, ik lees het, hij is zelf ook een beetje bezig met etteren. Want hij is reacties aan het liken op Instagram. Hij is een beetje aan poken. Dus volgens mij is ook niet helemaal bekend of het nou echt speelt, toch? Er is interesse. Dat is waar. Dat is waar. En dat is ook logisch, denk ik. Ik denk dat het logisch is dat die interesse er is. En wat ik las gisteren, opende ik Twitter en toen, echt voor heel kort, en toen dacht ik dat het rond was of zo, dat het al aangekondigd was. Toen dacht ik, tering, dat heeft eigenlijk echt heel goed gedaan. Ja, maar dat was een fake account van Mike Verweij. Ja. Maar ik kreeg dat dus gepusht op het account van de Pantelitsch podcast. Daar kreeg ik het ook, denk ik. Ik moet direct reageren. Dus ik wilde dat al bijna retweeten, maar ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Het zou wel een gruwelijke speler zijn, want dat eerste jaar bij Barca, want toen hij doorbrak, was echt gruwelijk. Nu bij Leipzig is het echt heel weinig geweest. Het is echt totaal niet geworden wat iedereen ervan had verwacht. Maar het is wel een uitstekende speler. Maar ik ben benieuwd of dat haalbaar is hoor, voor een Ajax. Ik ben benieuwd, zou je hem als duo deal, Brian Brobbey en Moriba? Nou, dan doet Ajax hele goede zaken. Ja, en Leipzig ook, want hebben ze twee spelers gekocht die die daar niet per se hebben gepresteerd. Maar daar pakken ze dan toch wel lekker geld op. Ja, dat is wat meerdere clubs doen. Hè? Over, dat is waar. Over wat grotere clubs gesproken. Transfertje in Nederland. Nick Olij, eindelijk. Ja. Het was ook een beetje van Sparta, de social media campagne. Finally. Maar dat heeft wel lang gespeeld ook hoor. En ik ben wel blij eindelijk dat het voor hem gewoon rond is gekomen. Want het is zo'n goede keeper, man. Ik snap dus echt niet dat niet eerder is gebeurd. Hè? Nick Olij in de Eredivisie. Want ik vind het een hele goede keeper. En Nick Olij is voor mij het voorbeeld dat aardig zijn in de wereld en gewoon een leuke, sympathieke gozer zijn, dat wel degelijk uitmaakt. Weet je wel, soms zeggen mensen van ja, in de harde voetbalwereld moet je gewoon presteren en niet hoef je niet per se sympathiek te zijn. Maar bij hem helpt dat wel heel erg. Denk je? Ja. Ik vraag me dat af. Ik vraag me misschien af als hij iets harder was geweest of hij dan niet juist al verder was. Ja? Ja. Oh, ik zat hier vanochtend toevallig over na te denken. Toen dacht ik van wow, kijk naar Nick Olij. Hij is altijd aardig en sympathiek en leuk. Hij heeft wel een wat hardere uitstraling met al die tattoos en zo. Mm-hmm. Maar het is gewoon een lieve gozer. En een hele goede keeper. Maar dan is het toch best raar dat het zo lang heeft geduurd. Ja, maar wat had hard zijn hem kunnen helpen dan? Misschien naar bestuur van NAC of zo. Bijvoorbeeld. Vorig seizoen. Bijvoorbeeld, als je echt graag die transfer had willen maken. Ja, dat is waar. Volgens mij gunt heel NAC hem die transfer. Alleen zijn nieuwe trainer zint de NAC-supporter dan weer niet, hè, Maurice Stijn. Maar ik vind het een hele vette stap. Sparta. Sowieso. En hij zal daar, ik ga ervan uit dat hij als eerste keeper is gehad. Volgens mij hebben ze ook Schoonewald gehad. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij daar niet gaat keepen. En wel een mooi contrast zeg maar qua keeperstijlen. Want Okoye hebben we eerst gezien. Nou, die is 2,90 meter. Ja. En doet heel veel met zijn lengte ook.
Olij is heel anders daarin. Echt uitstekende reflexen. Heel actief keeper. Ik vind hem ook wel aardig aan de bal altijd, Olij. Ja. Dus ik denk dat ze Sparta hoeveel hele goede zaken doen. Hoeveel gaan ze erop achteruit? Ten opzichte van Okoye. Ja. Okoye heeft ook mindere periode gekend, hè, zou Jopie Buit zeggen. Ja, dit seizoen een klein beetje. Vorig jaar was het fantastisch bij Okoye. Dit seizoen een paar wedstrijdjes minder. En gewoon over het algemeen misschien ietsje minder. Maar nee, ik denk dat Olij een hele goede keeper is. Ik denk wel dat hij minder is dan Okoye. Ja, maar dat is ook niet heel nee, gek zeker niet erg. Zeker niet. 4 jaar getekend. Ik hoop dat dit goed gaat doen. Ja, ik hoop het ook voor hem. Laten we een stukje vooruitkijken naar 2026 alvast. Ik bedoel, we zitten vandaag lekker in de zon. Laten we alvast uitkijken naar een WK wat ook weer in de zomer is. Godzijdank en niet in de winter zoals dit jaar. Ja, ja, dit wordt het voor mij het meest epische en mooie WK ooit. 2026? Ja man, ik heb al die speelsteden, die zijn nu naar buiten gekomen. Gewoon Amerika, Mexico en Canada. Mm-hmm. Wij hebben dat WK vroeger natuurlijk niet meegemaakt in Amerika. Wat was dat, 94? Denk ik? Denk het wel. Dus ik hoop dat iemand achter de camera het nu even opzoekt en gaat knikken of zo. Maar volgens mij is het 94. Mm-hmm. En dat zijn schitterende beelden in Amerika. En ik weet niet, voor mij is het wel het summum. Dat is dus over 4 jaar. Dan ben ik 32. Nou ja, dat is het summum om daarheen te gaan. Ben je al 32 dan? Dan ben ik 32. Ja, ik kan het me ook niet voorstellen. Dus dan gaat Larsie nog even lekker naar het WK. En dan ga ik daarna aan kinderen beginnen. Oké. Okay. Dat lijkt me een mooie volgorde. Misschien kan je er blijven. Maar wat vind jij ervan? Dat is toch gruwelijk? Het is heel vet dat het in Amerika is. Alleen ik zit er ook. Het is over 3 landen verspreid. Ja. Over 3 grote landen, zeg maar. Ik vraag me af of je altijd die vibe kan krijgen die je bijvoorbeeld. Stel dat het in Nederland is, een eindtoernooi. Nou, wij weten het gevoel in Rotterdam en in Groningen. Dat is hetzelfde op dat moment. Maar hier zit er zo'n groot verschil tussen. In afstand tussen steden. Ja, ik denk juist dat heel erg vet is. Want noem eens even een paar steden. Je hebt het draaiboek voor je waar het allemaal gespeeld wordt. Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York, ja. Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto en Vancouver. Ja, dus de meeste wedstrijden worden in Amerika gespeeld, hè, in de Verenigde Staten. Volgens mij zijn er in totaal 80 wedstrijden. Want het gaat dan om 48 deelnemers in plaats van 32. Dus volgens mij zijn er van die 80 wedstrijden zijn er 60 in Amerika. 10 in Canada en 10 in Mexico. Dus ik denk dat we vooral te maken krijgen met de Amerikaanse sfeer. Wat is de Amerikaanse sfeer? Sportbeleving. Dat zie ik wel is dat voor zo? Maar dat, het is toch. Zelfs in het is toch een hele andere sportbeleving dan wij die. Nou ja, jij bent helemaal van de supportersculturen. Ja. In Amerika is het toch veel meer een family ding dan in Nederland. In Nederland is toch meer met vrienden zuipen. Ik kijk heel erg naar de supportersbeleving van al die landen. Ik denk dat voor elk deelnemend land is het voor de supporters gruwelijk om af te reizen naar de Verenigde Staten. Daar te roadtrippen, je land achterna te gaan, cultuur te proeven. Ik heb dat bij Qatar, ik heb echt geen 1 seconde erover nagedacht om een reis naar Qatar te boeken. Nee, dat is zeker waar. Nee, misschien moet je het ook niet daarmee vergelijken, maar stel een eindtoernooi in Italië of zo. Ja, dat kan ook mooi zijn. Ik bedoel, maar dit is voor mij het summum. Ik heb wel besloten om vandaag serieus in mijn ABN AMRO een spaarpotje aan te gaan maken. Gewoon vanaf nu dan een beetje te gaan sparen. Mensen kunnen doneren dan ook. Ooit, nee, dat ga ik niet meer vragen. Ik heb ga het niet vragen, maar. Maar stel dat je het echt wil, slijt in de DM. Je kan me wel inhuren, bijvoorbeeld om een podcast te editen of zo. En dan gaat dat allemaal in dat potje. Dat doe je naast de tijd die je in FC Afkikken steekt. Naast die 80 uur FC Afkikken kan dat er nog wel bij. Ik zou je toch je contract nog maar even nalezen. Als ik jou was, Larsie. De wetten veranderen. Mijn vriendin, dan zou je Christian Visser erbij. Allemaal. Ja, alle Christian Visser erbij. Nee, maar zonder ga je. Ik wil naar dat WK in Amerika. 48 deelnemers. Ik zat even te lezen. Dat worden dus. Je krijgt pool A tot en met pool P. Vind ik veel. Dat worden pools van 3 landen. Dus je speelt nog maar 2 groepswedstrijden. Dan gaan de bovenste 2 door. Dus alleen de hekkensluiters gaan eruit. En je speelt dus evenveel wedstrijden tot de finale. Dus er wordt niet meer belasting gelegd op de spelers. Er doen alleen meer landen mee. En je krijgt in plaats van. Je krijgt ook een 16e finale erbij. Ja. En dat is het verschil. Vind je dat leuk? Meer landen? Ik vind knock-out fases sowieso veel leuker. Ja, dus dan die pool. Start niet per se eerder, maar wel voor je land. Je hebt meer knock-out wedstrijden. Ja. Ja. Ja, nice. Ik vind die opzet geen eens zo kwaad. En ik hoorde van 32 naar 48 was ik kritisch op de belasting van spelers, maar ja. Ik blijf toch ook nog wel benieuwd naar wat er, en dit is een beetje off-topic, maar wat er uit die
wat er geleerd is uit de Champions League campagne tijdens corona. Toen met enkele wedstrijden. Die enkele wedstrijden. Want dat is natuurlijk op een eindtoernooi is dat ook. Ja, dat heb je hier dus ook. Maar het brengt zoveel spanning. Het brengt echt zo ongelooflijk veel meer spanning dan... zoals nu ook weer. Dit seizoen de play-offs om Europees voetbal. Het is wel leuk die dubbele wedstrijd, want er kan af en toe wat gebeuren. Zoals AZ die het omdraaide. Ja. Alleen als het in één wedstrijd is, dan is het spelen allebei de teams volle bak die ene wedstrijd. En dat maakt het voor meer mij altijd spektakel. Veel leuker. Aan de andere kant, de keukenkampioen divisie play-offs ging over 2 potjes. Ja. Genoeg spektakel. Ja, is ook, dat is waar. Dat is waar. Op die tweede wedstrijd. Ja, misschien die eerste wedstrijd, daar voelt altijd dan minder belangrijk. Ik vind die wel, tweede wel altijd. Ja, die maar ik vind wel wat te zeggen voor 2 wedstrijden van zo'n... het is altijd in het voordeel van de grote club, 2 wedstrijden. Maar dat maakt het ook wel eerlijker of zo in mijn ogen. Dat zo'n, kijk, Heracles verpest het nu zelf in beide wedstrijden. Maar dat je wel meer kans krijgt op de boel op de rit. Ja, okay. Ik vind ook dat er wel wat te zeggen valt voor 2 wedstrijden. Maar die enkele wedstrijd op het WK... En in de Champions League toen, voor de neutrale kijker is het natuurlijk schitterend. Ja. Als het je eigen club betreft, weet ik het nog net zo niet. Nee, absoluut eens. Ik denk dat we het een beetje doorheen zijn voor vandaag. Ja? Ja. Zo, dan ga ik zo meteen gewoon naar achter en dan ga ik lekker zonnetje liggen. Ik sluit niet uit dat ik er gewoon lekker naast kan liggen. Ga je verder nog wat doen het weekend? Ja, best veel. We hebben vanavond het afscheid van Jeroen. Het moment waarvan we dachten dat het nooit zou komen. Nee. Maar het gaat vanavond wel komen. Nee. Godzijdank. Overigens voor de luisteraar, hij blijft gewoon te horen. Mm-hmm. In de daily tenminste, voorlopig. Anders melden we het. Maar het gaat hier om zijn vacature op zijn rol op kantoor. Ja, hij deed altijd de sales. Nou ja, zoals jullie hoorden, weinig reclames dit jaar. Dus we nemen afscheid van Jaron Blonk. Ja, linea recta de deur uitgestuurd. Toch? Precies. Nee, zonder gein. Ik vind het heel erg jammer. Ik ben goed bevriend geraakt met Jaron. Ik weet nog, de eerste keer dat ik binnenkwam bij FC Afkikken, vond ik Jaron een verschrikkelijke paardenlul. Hm? En hij vond mij een nog grotere paardenlul. Ja. We hadden echt een schurft hekel aan elkaar. Hm? Maar we zijn echt naar elkaar toegegroeid door te praten. Dus, zo zie je maar. Als je met mensen praat, dan zit altijd een oplossing heel veel in. Op. Ja. Nee, ik vind het oprecht jammer dat hij weggaat. Ja. Vanavond even een goed feestje, hoor. Ja, we hebben een goed cadeautje ook voor hem. We hebben een goed cadeautje geregeld. Ja, dat heb jij geregeld. Ik heb daar heel weinig absoluut. Mee van doen. Van mij krijgt hij gewoon een ferme handdruk. Maar ik denk dat hij daar ook wel blij mee is. Morgen heb ik de bruiloft van Bart Sanders. Mijn gewaardeerde collega bij de Pantelietje podcast. Dus dat vind ik heel erg leuk. Mm-hmm. En daarvoor ga ik nog naar een Energy Day. Dat is van... kijk, mijn vriendin die werkt bij... Kun je dat nog één keer halen? Ja, een Energy Day. Okay. Die werkt bij een vitaliteitsbureau, bedrijf. En die organiseren een festival gericht op vitaliteit. Dus daar kan je lekker in een ijsbad springen. Maar zijn er ook van die types zoals Arie Boomsma en zo? Arie Boomsma komt spreken. Dus... dan ben ik dit al wel echt weg. Dit is niks voor jou, man. Nee, maar als je dit vorig jaar tegen mij had gezegd, dan denk ik dat ik had gezegd dat je knettergek was. Wacht, dus dat is, programma... dat is wat liefde met je doet? Ja, er zijn allemaal van die workshopjes en zo. En dat is op zich best leuk. Ik ben wel benieuwd. Wat vind jij dat ik moet gaan doen? Want kijk, je kan bijvoorbeeld een ademsessie doen. Dat lijkt me wat chill. Ijsbad experience. Dat wil ik op zich best wel een keer proberen. Want ze zeggen dat echt, dat je dan helemaal als herboren, weet je wel. Dan zie je me maandag aan. Acro-yoga. Ik weet bij God niet wat het is, maar vast leuk. En ook een lezing. Activeer je eigen gelukshormonen. Ja. Nou, ik zou... Maar ik zou het dan niet altijd uitlachen, bij... want oprecht... Nee, als ik die sessie zie die Doortje wel eens doet... Die, dat ziet er allemaal wel leuk uit. Alleen moet ik het zelf iets meer omarmen, denk ik. Of zo. Ja. Nou, wat ik altijd heb is van zo'n energy day... Dat is dan leuk, dan doe je het 1 keer, zeg maar. En dan daarna versloft. Dus zo'n ademsessie of zo... Oh, als je dat later dan thuis, als je dan dat thuis dat ook kan waar. Doen, dat lijkt me wel chill. Dat is waar. Ik wou dat soort dingen zou ik nog wel meer willen. Beetje mediteren. Overigens, luisteraars, geen zorgen. De lezing van Arie Boomsma sla ik echt over. Ja? Samen met Arie door de modder rollen, daar heb ik echt niks mee. Nee, jij? Snap ik wel. Wat ga jij doen? Ik ga vanavond... gaan we echt wel ons kop eraf zuipen, denk ik. Mm-hmm. En morgen ga ik denk ik naar bij een nacompetitiewedstrijd kijken. Want het is finales van het amateurvoetbal. Ja? Zijn morgen... een team waar wij bij in de competitie zaten, Bergambacht, die spelen. Ook op een neutraal terrein, dus ik denk dat ik daar even ga kijken met een paar gasten uit mijn team. Dat is altijd wel gezellig. We gaan meer van ons doen, hè? Die achter de schermen werken ook bij FC Afkikken. Dat zijn wel echt gruwelijke potjes. Maar dat is vet, dan heb je gewoon die sfeer erbij. Er wordt eigenlijk altijd vuurwerk geregeld. Ja, man. Helaas speel ik zelf. Bussen reizen. Heel vet geworden. Met een bus naar wedstrijden toe.
Die sfeer is echt goud, man. Ja, voor iedereen die zo'n wedstrijd op het programma heeft, heel veel succes. Kijk in je regio, vaak ook bij... het is allemaal op neutraal terrein, die laatste wedstrijden. Dus het kan ook zomaar zijn dat bij jouw club in de stad of in het dorp, dat daar wedstrijden zijn. Dan ken je die twee teams niet, maar die sfeer is altijd fucking vet. Dan ben je gewoon hartstikke dichtbij. Het zijn echt aanraders, man. Dat soort, ik kijk er oprecht ook al naar uit. Ja. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En voor de rest heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel staan. Lekker genieten van het weer. Zaterdag wordt het lekker weer. Zondag volgens mij minder. Zaterdag wordt lekker, zondag minder inderdaad. Ja, nou, dat zien we dan wel weer. Zondag gaan we uitbrakken. Laten we dat doen. Thanks, Bruce. Ik vond het gezellig. Ik ook, jongen. En de kijkers en luisteraars ook van harte bedankt. Wij liggen hier nog wel even een paar uurtjes. Als die podcast online staat, zijn we hier ongetwijfeld nog steeds. Kom lekker buurten als je wil. We hebben bier. Geen bitterballen. Misschien kunnen we die nog halen. Maar onwijs bedankt. Fijn weekend. Geniet ervan. Succes met je amateurclub als die nog na komt die speelt. Er vliegt een helikopter over. Doei.